Je hebt binnenkort een afspraak op de Polykliniek Orthopedie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. De artsen in het ziekenhuis willen onderzoeken of er een kromming in jouw rug is en hoe groot deze is. Maud heeft ook een kromming in haar rug en heeft daarom een afspraak met de orthopedisch chirurg in het Erasmus MC, Sophia. Maar voordat ze die afspraak heeft, gaat ze eerst röntgenfoto's laten maken bij de afdeling radiologie. We mogen eerst even naar de röntgenafdeling, even een röntgenfoto laten maken. Dat is bij de afdeling radiologie. Dus even zo schuin de hal doorsteken naar de D-gang. En dan graag weer even bij mij melden. Ja? Oké. Okay. Alsjeblieft. Ja. Tot ziens. Met een röntgenfoto kan de arts zien hoe groot de kromming is. Bij meer dan 10 graden spreken we van scoliose. Op deze röntgenfoto zie je een scoliose. De bocht in de wervelkolom is meer dan 20 graden. De artsen weten vaak niet precies waardoor dit komt. Wel weten ze dat scoliose meestal ontstaat tijdens de groei in de puberteit. Goedemorgen dames. Goedemorgen. Mag ik even je kaart zien? Dankjewel. Goed, krijg je je kaart weer terug? Ik heb het gevonden. En mag je even plaatsnemen in de wacht? Mooks van den Berg. Goedemorgen. Hallo, ik ben Karin. Goedemorgen. Goedemorgen. U mag allebei met mij mee naar binnen lopen. Ik ga zo de foto's maken. Goed zo. Naar voren kijken. Sta je goed op twee voeten? Ja. Oké, geweldig. Een lampje achter je rug aan. De laborant maakt foto's van voren en soms ook van opzij. Je rug moet vaak bloot zijn om goede foto's te kunnen maken en je moet heel stil blijven staan. Helemaal prima. Ik loop even weg om op het knopje van het fototoestel te drukken. Heel stil blijven staan. Ik ga nu op de knop drukken om de foto te maken. Blijf staan. Prima. Hartstikke goed. Oké, Maud. De foto's zijn goed gelukt. Je mag gaan en dan terug naar de spreekuur van de dokter. Dankjewel. Alsjeblieft. Na ongeveer een kwartier ben je klaar bij de radiologie. Foto is gelukt. Je mag even plaatsnemen, mijn collega komt je zo halen om even te meten en te wegen. En daarna gaan jullie bij de dokter. Oké. Neem mee. Voordat je naar de orthopedisch chirurg gaat, meet een medewerker van de polykliniek hoe lang en hoe zwaar je bent. Deze informatie heeft de chirurg nodig om te bepalen in welke fase van groei je zit. Als je een scoliose hebt, hoef je daar geen last van te hebben. Maar als je nog groeit, kan de scoliose ongemerkt toenemen. Je kunt dan op latere leeftijd wel klachten krijgen, zoals pijn en vermoeidheid. De orthopedisch chirurg neemt je mee naar de spreekkamer en stelt een aantal vragen aan je. Over je rug, maar ook over je conditie en gezondheid en of scoliose bij jou in de familie voorkomt. De chirurg wil verder graag weten of je nog groeit en vraagt daarom of je al ongesteld bent of, als je een jongen bent, je de baard al in de keel hebt. Als dit zo is, dan is de piek in je groeispurt al voorbij en is de kans dat de scoliose nog erg toeneemt kleiner. Nou, ik heb je nu een heleboel vragen gesteld over je rug en nu wil ik graag even je rug onderzoeken. Dus dan mag je even al je kleren uitdoen, maar je ondergoed mag je aanhouden. Maar je sokken moeten ook uit. Goed? Oké. Okay. Goed, dan mag je eventjes komen staan, hier zo, met je voeten recht naast elkaar. Heel goed, net staan alsof je een soldaatje bent. Je handen mag je gewoon langs je lichaam, oké. Okay. Dan ga ik eerst even kijken of je goed in het lood staat, een klein instrumentje. Dan zie ik dat je recht met je hoofd boven je billen staat. Dan kijk ik even naar je schouders en even naar je taille-driehoek en of je bekken goed recht staat. De chirurg kijkt naar je rug, je houding en hoe je beweegt. Met de buktest meet de chirurg bij elke afspraak de rotatie van de scoliose om te zien of deze toeneemt. Bij ongeveer 80% van de patiënten met scoliose ontstaat de bocht in de wervelkolom tijdens de groei. Maar soms ontstaat het door een ziekte. Om vast te stellen om welk type scoliose het bij jou gaat, krijg je nog een aantal testen en een neurologisch onderzoek. Heel goed. En dan mag je even door je hurken en overeind komen en springen. Ja, heel goed. En dan mag je even plaatsnemen op de onderzoeksbank, op je rug alsjeblieft.
Op je rug. Ja, heel goed. En dan gingen we de test doen van het kietelen. Weet je dat nog? Nee. Nee? Dan ga ik met deze over je buik heen. Probeer te ontspannen. Heel goed. Dan ga ik het ook even bij je voeten doen. Kun je daar tegen? Nee. Goed. Laat ze maar heel ontspannen hangen. Ja. Oké. Hartstikke goed. Goed zo. De chirurg bekijkt samen met jou de röntgenfoto's. Op de foto's zijn vaak ook de groeischijven van je bekken te zien. Dit zegt ook iets over je groeiperiode. Met alle verzamelde informatie bespreekt de chirurg de mogelijke behandeling met je. Als de chirurg verwacht dat de scoliose niet verder toeneemt en je geen klachten hebt, dan is verdere behandeling niet direct nodig. Je komt wel regelmatig terug op de polykliniek, zodat de chirurg in de gaten kan houden of de scoliose verergert. De chirurg kan ook een brace aanraden. Een brace is een soort korset dat je om je lichaam draagt en het remt de scoliose af als je nog groeit. Bij een grote bocht, meer dan 50 graden, is een operatie nodig om je rug rechter te zetten. De chirurg vertelt je welke behandeling voor jou nodig is en wanneer je terug moet komen op de polykliniek voor een volgende afspraak. Heb je nog vragen, Maud? Nee? Oké, nou goed, dan maken we de afspraak. Wanneer je straks zelf in het ziekenhuis bent, stel dan alle vragen die je hebt. Geef het aan als je iets niet begrijpt of als je iets niet prettig vindt. De medewerkers op de polykliniek doen er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen.